Als je een nieuwe fluit hebt, dan is het heel belangrijk om die op de goede manier in te spelen. En dat inspelen, dat noemen ze in het Engels het breaking in proces. Hout wordt namelijk vochtig als je daarin gaat blazen. Want in de lucht zit vocht en in je mond zit ook vocht. Dus het vocht komt ook in de fluit zelf en in de luchtkamer. Nou is het zo dat als de fluit nog vrij koud is, dan zal de binnenkant zal sneller uitzetten dan de buitenkant. En dat kan voor problemen zorgen. Er zou een barst kunnen komen. En dat wil je natuurlijk niet, zeker niet met je mooie nieuwe fluit. Dus het is belangrijk om dat op de volgende manier te doen. Dat inspelen, het breaking in proces. De eerste dag speel je 15 minuten. Na die 15 minuten haal je het blok eraf. En dat gaat bij de Red Kite Flutes gaat super makkelijk. Kijk, je kan hem gewoon zo eraf schuiven. Dan blaas je hem even goed door. Door even hard erin te blazen. En eventueel overtollig vocht kun je even eraf deppen. Zo. Je kunt ook zien bij de Red Kite Flutes is de binnenkant super glad gemaakt. Dus dat is al één groot voordeel. Daarna laat je hem een uur drogen. En na dat uur zet je het blokje weer erop. En kun je weer 15 minuten spelen. Belangrijk is wel natuurlijk, voordat je begint te spelen, is dat de fluit zelf op kamertemperatuur is. Als de fluit te koud is en je blaast met je warme adem in de fluit, dan krijg je dat proces van opname van vocht en uitzetten, wordt nog meer versneld. Dat wil je niet. Dus zorg ervoor dat je op kamertemperatuur komt voordat je begint te fluiten. De volgende dag, dan herhaal je dit proces weer. Alleen dan ga je de speeltijd verlengen met 5 minuten. Dus dan speel je 20 minuten. En daarna weer blokje eraf, uitblazen, 1 uur laten drogen. Nou doe je dat voor zo'n week of 2. Ja? En iedere keer kan je de speeltijd wat verlengen. En als je dat gedaan hebt, dan is het hout van jouw fluit is gewend geraakt aan de vochtopname. En zul je veel minder kans hebben dat er ooit ergens een scheurtje zal ontstaan. Dus dat is belangrijk voor het behoud van je fluit. Want je wil natuurlijk dat die fluit je leven lang meegaat. En deze fluiten die zijn perfect gemaakt. De meeste fluiten die via mij te krijgen zijn, die zullen van hardhout zijn. En ik ben gek op dit hardhout. Dit is een eikenfluit. En dat zorgt er ook voor dat die sterk is en er komen minder snel krassen of deukjes in de fluit zelf. Dus nu je weet dat temperatuur funest is voor je fluit, moet je ook beseffen dat als het buiten erg koud is, dat je niet met een warme fluit naar buiten gaat en dan gelijk begint te spelen, want dan heb je hetzelfde probleem dat het hout zich niet kan settelen en vanuit de binnenkant sneller uit gaat zetten dan de buitenkant. Dus kijk daarmee uit. En verder hoef je eigenlijk niks aan onderhoud met deze fluiten te doen. Ze zijn gefinished met 2 non-toxic lagen. En ze zien er dan ook super glad uit. Ze zijn mooi afgewerkt. Dus je kan ze met een doekje kun je ze een beetje opwrijven dat ze weer mooi blinken. En voor de rest moet je er eigenlijk helemaal niks mee doen. Alleen maar zorgen dat die goed ingespeeld is. Dus het breaking in proces. En ook als je een fluit hebt waar je een tijd lang niet op gespeeld hebt, dan zou ik je toch aanraden om hem weer eventjes een paar dagen goed in te spelen voordat je weer heel lang gaat spelen. Succes met spelen!